Ik heb een bijzonder beroep. Een directeur van de luchthaven is toch anders dan een directeur van een pepermuntfabriekje, zeg ik altijd. Je geeft leiding aan een bedrijf wat midden in de samenleving staat, wat heel veel positiefs brengt, maar wat ook een paar negatieve aspecten heeft. En dat maakt dat heel veel mensen van buiten en van binnen zich ermee bemoeien. En dat is een heel bijzonder proces wat je dan met elkaar doorloopt, maar het is verschrikkelijk leuk om te doen, dat kan ik je vertellen. Ja. Als je naar buiten kijkt hier vanuit dit kantoor, wat een prachtige plek is overigens om te werken, dan het eerste wat in je opkomt is dat er nog heel veel te doen is. Ik bedoel, het loopt en het groeit en het bloeit dit bedrijf, maar dat brengt ook met zich mee dat er nog heel veel dingen moeten gebeuren om het ook naar de toekomst toe goed te laten lopen. Dus er is een hoop werk nog te verzetten en dat is eigenlijk alleen maar leuk om dat voor te hebben. Want stel je voor dat je een baan zou hebben zonder werk. Hè? Dat is helemaal niks. Althans, zo zit ik niet in elkaar. Ik wil ergens voor gaan. En dat kan hier nog uitgebreid. Nou ja, toen ik in 2008 het roer overnam van Bart de Boer, is er natuurlijk ook weer een hele hoop veranderd. In 2008 hadden we ongeveer 1,5 miljoen passagiers. Nou, dit jaar, in 2014, gaan we naar de 3,7 miljoen passagiers. En dat zegt natuurlijk iets over de kansen waar dit bedrijf voor staat. Een dergelijke groei van een luchthaven gaat natuurlijk nooit zonder slag of stoot. Het negatieve effect van de luchthaven is er ook. De geluidsoverlast veelal. En omwonenden hebben daar terecht last van. Nou, en dan is er denk ik maar één ding te doen als je een dergelijke groei voor ogen hebt, om heel lang met elkaar te praten over hoe je de groei gepaard kan laten gaan met zo min mogelijk overlast. Dat levert vaak hele scherpe discussies op aan de tafel met omwonendenvereniging, met de Milieufederatie, met allerlei partijen. Denk aan de gemeente Eindhoven of de provincie Brabant, om dat zo goed mogelijk te doen. Ik heb daar niet wakker van gelegen, want ik haal daar ook wel weer heel veel energie uit. Als je het gevoel hebt dat je elkaar ook wel weer vindt in zo'n proces. En soms ga je natuurlijk wel eens naar huis en denk je, hoe komen we hier uit? Hoe kunnen we elkaar vinden? Achteraf gezegd, is er dus voor elk probleem ook weer een oplossing gebleken. Gelukkig. Uiteindelijk, als je dan een akkoord hebt bereikt met alle belanghebbende partijen en je mag het vliegbedrijf laten groeien, dan hoort er natuurlijk ook bij dat je investeert in de infrastructuur, in de terminal. We hebben een hotel gebouwd, dat hebben we vorig jaar allemaal afgerond. En dat is natuurlijk bedoeld om de passagiers die hier vandaan vertrekken op een zo goed mogelijke manier te faciliteren met hetgeen waar ze behoefte aan hebben. En dat is in mijn beleving is dat een groot succes geweest. We gaan groeien naar 5 miljoen passagiers. Binnen zijn we aardig op orde, hè? Daar hebben we natuurlijk veel in geïnvesteerd. Maar buiten eigenlijk nog niet. Dat ligt nog bij zoals 10, 15, 20 jaar geleden. En dat zal aangepast moeten worden. En in die aanpassing van ons buitenterrein, daar hebben we het over, zullen we moeten anticiperen op de komst van nieuwe afslagen aan de A58, aan de N2A2. Maar ook de komst, het is nog wat verder weg, van een nieuw intercitystation in de regio Eindhoven 8. Nou, daar moeten we ons voorterrein op inrichten. Of het echt extra passagiers gaat opleveren, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Zo werkt het niet met bereikbaarheid. Maar je moet juist die extra stroom die je verwacht faciliteren met een goede bereikbaarheid. Dus het is de andere kant op. En daar kunnen we echt nog een slag in maken. Als je in Olympische Spelen termen praat en medailles, dan denk ik dat wij nu een bronzen medaille hebben. Dat is een waanzinnige prestatie. Maar daar is altijd nog iets om voor te strijden. Dus ik hoop dat wij over 4 jaar kunnen zeggen dat we met deze luchthaven goud hebben bereikt.